just what you want. You're the one I trust. Oké, hallo. Dus, we zijn in Ibiza en we zijn in het hotel en het is hier letterlijk zalig. Wauw, oké, dus we zijn, ik ga heel veel oké zeggen, want ik ben een beetje... Maar we hebben een beetje gewandeld. Wauw, meer kan ik echt niet zeggen. Geniet gewoon even, denk niet aan school of werk of weet ik veel. Geniet gewoon. Dat was niet de bedoeling. De grens van het water. Wat? Je hebt toch meestal zo twee verschillende waters die mieten. Waar? Dan heeft u wel een Disney-film gekeken. Nee. Bij Vajana is dat ook. Oh ja, dus ik was aan het vertellen mensen dat we nu even naar een plaats gaan voor te zwemmen. Allee, proberen te zwemmen, want er komen donkere wolkjes aan. Maar waarschijnlijk heel veel storm. Bonjour. Bonsoir. Hola. Takies, kun je, ik zie dat overal en ik wil dat ook even proberen. Van lang. Right. Na Doritos. Zo Doritos letterlijk. Goedemorgen. Okay, we zijn bij de breakfast. En ik wil eenmaal kort daar mijn stick van, dus we gaan dat niet doen. Ze hebben pizza. Ik wil een beetje gezond doen. Dus ik denk dat ik een beetje dingen ga nemen, als ik zoiets neem. Voilà. Smakelijk. Ik vind het niet zo lekker. Normaal gingen we shoppen, want we gingen naar Zara of weet ik veel. En toen zagen we allemaal winkels die dicht waren. En toen was dat Cedric die al zei ja. Hè? Toen zei Cedric ja, we zijn zondag. Dus daar gaat het shopdagje. We gingen leuke jasjes kopen of zo voor naar België omdat het slecht weer is. Maar blijkbaar niet. Hoe gaan we Nee, dat is niet fijn zijn. Hallo, dus we zitten in de kamer en ik ga bellen om te vragen of het restaurant beneden voor avondeten, want het is inmiddels 7:30 of zo, of dat er nog plaats is voor 3, maar in het Engels en ik wil je nog over filmen. Dus ik heb stress. Hi, I have a question. Is there still a place available in the restaurant for 3 persons? 8:30? Okay, thank you. 3. Okay, perfect, thank you. Jezus, van vriendelijk gesproken. Hallo, dus wij gaan wakeboarden en ik ben zo bang. Maar ja, let's go. Ik wil niet, als eerst. Ja, je moet. Doe dan maar wat je naar beneden. 1, 2. Frustrerend. Ik vond het echt leuk, alleen vond ik het frustrerend dat die ene bocht me altijd zo... Kiek!
tussen die oranje dingen, dus ik weet wat. Ik raak niet tussen die oranje dingen. Ik weet niet hoe dat ik ook sta eruit. Er komt zo leuk te doen en zo. Ik ga er niet tussen. Oké, dus we zijn terug in België. Ik vond Ibiza en Rome en alles super leuk. Maar ja, hopelijk vond je het leuk om deze video te zien. Binnenkort gaan we weer op reis, dus daar komen er ook nieuwe vlogs van. Dus like en abonneer voor meer. Doei doei!